Waarom is er een politieke partij speciaal voor dieren? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, laat ik eens beginnen met een gewetensvraag aan u. Koopt u zelf ook wel eens dit soort pakjes vlees bij de appie? Pakt u die uit het rek? Met andere woorden, wie van u eet er wel eens vlees? Dit soort van vlees. Nou, ik heb het u niet helemaal goed laten zien, realiseer ik mij nu. Als u even goed kijkt, dan ziet u dat dit is honden- en kattenvlees. En daar bedoel ik niet mee dat het vlees voor honden en katten is, maar vlees van honden en katten. Een heerlijke hondencarbonaatje en katten gehakt. Wie van u heeft wel eens honden- of kattenvlees gegeten? Helemaal niemand. Ja, dat kunt u natuurlijk ook niet krijgen, al had u het gewild bij de Albert Heijn. Wie van u vindt, want honden- en kattenvlees wordt natuurlijk wel gegeten. Wie van u vindt dat honden- en kattenvlees wel gegeten zou moeten mogen worden door mensen? Ja, toch wel een aantal, niet helemaal. Sommige mensen twijfelen. Wie van u vindt dat we dat eigenlijk gewoon in Nederland op de markt zouden moeten gaan brengen? Ja, twijfels. En de vraag is dan natuurlijk, wie van u vindt dat honden en katten daar niet thuis horen, maar varkens en koeien eigenlijk wel? Ja, dat dan weer wel. Nou ja, ik zie wisselende reacties. En dit zijn natuurlijk ook lastige vragen. Dit zijn hele lastige vragen waar we mee zitten. Want wat is wijsheid? Wat is eerlijk? Wat is recht? Want we hebben het natuurlijk uiteindelijk over wat mensen mogen en wat dieren moeten of wat dieren mogen. Over dierenrechten. Hebben wij het recht om dieren te eten? Hebben dieren het recht om niet door ons gegeten te worden? Hebben dieren het recht om niet door ons doodgemaakt te worden, om gegeten te worden? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik heb eigenlijk nooit over dit soort vragen nagedacht. En in mijn jeugd ben ik 100.000 keren langs dit soort van tekentjes, of dit soort van dingen voor een slager gelopen, zonder mij te realiseren dat dit een heel raar beeld is eigenlijk. Een varken dat het leuk vindt om met een vork en mes andere varkentjes tentoon te spreiden die wij moeten gaan kopen. Het is een heel dubbel en heel ambigu beeld. En misschien hebben wij wel heel ambigu beelden over dieren. Dat hebben we altijd gehad. En voor sommigen is dierenrechten misschien iets vreemd. En überhaupt het feit dat we over dier en recht, de combinatie van die twee, moeten nadenken. Maar bijvoorbeeld in de middeleeuwen was dat helemaal niet zo raar. Ja, in de middeleeuwen leefden mensen en dieren natuurlijk door elkaar heen. Zelfs in de steden die we toen hadden, was het een opeenhoping van mensen en dieren. En ook in het rechtssysteem spelen zowel mensen als dieren een rol. En dieren konden dus ook gewoon worden aangeklaagd als ze zich misdroegen. Als een hond te bijterig was, dan kon je daar een half jaar gevangenisstraf voor krijgen. En ezel die wegliep, daarvan konden alle twee de oren worden afgesneden. Dat vinden wij nu een heel raar idee. Maar tegelijkertijd, hoe raar zijn wij met dieren? Aan de ene kant knuffelen we onze eigen huisdieren dood. En aan de andere kant hebben we miljoenen dieren in de bio-industrie die we geen enkel mens, dier, wat voor waardig bestaan dan ook, geven. Wij zijn daar eigenlijk wat dat betreft veel raarder in dan die rare middeleeuwers als het gaat om de feitelijke behandeling van dieren. En dat was natuurlijk iets wat in de loop van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, langzaam maar zeker ook steeds meer is gaan knagen. De tweede helft van de 19e eeuw is de opkomst van de dierenbescherming. En ook wel de opkomst van allerlei mensenrechten voor tot die tijd onderdrukte groepen. Slaven worden langzaam maar zeker bevrijd. Vrouwen hebben een eerste feministische golf waarin ze kiesrecht krijgen, begin van de 20e eeuw. En in de tweede helft van de 20e eeuw gaat het helemaal hard, want dan krijgen we de tweede feministische golf. Dan hebben al een aantal verschillende rassen hebben hun eigen recht geclaimd. Etniciteit begint een rol te spelen. Jongeren eisen hun eigen rechten op. Ouderen later, gehandicapten, verschillende vormen van seksualiteit. En ja, dan wordt het bijna logisch dat er ook mensen zijn die gaan nadenken over de rechten van de wezens die tot dat moment niet aan bod zijn gekomen, omdat ze dat zelf niet kunnen verwoorden en in ons rechtssysteem niet kunnen implementeren. En dat zijn dieren. Het cruciale punt in dit debat
is 1975, of het cruciale moment. Niet dat daarvoor die discussie niet speelde, integendeel, zoals ik u net al vertelde. Maar in 1975 komt dit boek op de markt. Laat ik het hier even onder vandaan halen. Animal Liberation, van Peter Singer. Peter Singer is een Australische filosoof die in het boek Animal Liberation voor het eerst de term speciesisme introduceert. En speciesisme wil niks anders zeggen dan structurele discriminatie op basis van species, op basis van soort. Wij mensen discrimineren op structurele basis andere wezens, dieren, op grond van het feit dat zij tot een andere soort behoren. En wij alleen behoren tot de menselijke soort. En worden niet gediscrimineerd. Althans, los van die alle andere groepen die hun emancipatiemoment allemaal, nou ja, in elk geval in theorie, gehad hadden. En Singer zegt van, dat kan niet. Als ieder wezen gelijk is, of als we dat zouden willen. Nee, als wij voor mensen, en dat hadden we ook nog niet zo lang geleden bedacht, als wij voor mensen universele mensenrechten maken, als we dat een teken van beschaving vinden, dan zou er toch voor de dieren die het meest aan ons verwant zijn, de mensapen, zouden we daar ook toch zoiets voor moeten bedenken als mensenrechten, nou ja, mensen-apenrechten of iets dergelijks. Een basale vorm van wat we bij de mensen hebben mensenrechten hebben geregeld, dat zou dan toch ook ongeveer voor de mensapen moeten gelden, om een beginnetje mee te maken. Veel mensen die zich daarmee bezighouden, tot op de dag van vandaag, u weet dat ook dit jaar, in met name Amerika, dat er weer rechtszaken zijn gevoerd om mensapen inderdaad iets van rechten, mensenrechten, mensachtige rechten te geven. Maar veel heeft het allemaal nog niet uitgehaald. Integendeel zou je kunnen zeggen, de bio-industrie dendert alleen maar door, wordt groter en groter met alle ecologische problemen die daar ook aan vasthouden. En dus, je zou kunnen zeggen, mede vanwege het gebrek aan succes, zie je dat pressiegroepen langzaam maar zeker andere wegen gaan uitproberen. En een van die wegen is simpelweg om onderdeel te gaan uitmaken van de politiek. En dat is dan wat er vervolgens natuurlijk gebeurt. In 2003, wanneer een politieke partij wordt opgericht, die in 2006 voor het eerst in een nationaal parlement ergens ter wereld komt. En dat is natuurlijk bij ons in Nederland, de Partij voor de Dieren geweest. Voor het eerst een partij die als haar speerpunt maakt de rechten van dieren. Natuurlijk is de Partij voor de Dieren voor een belangrijk deel geïnspireerd door die dierenrechtenbeweging. Al is dat niet hun enige invloed. En één groep die ik nog niet eerder heb genoemd, dat zijn de politicologen. En een van de interessantste nieuwe inbrengen in de discussie komt uit de politicologische hoek van iemand die eigenlijk al jaren een grootheid is in de politieke filosofie, namelijk Will Kimlicka, een Canadese denker, die in 2011 dit boek publiceert dat weer inslaat als een bom. Zoopolis. Een publicatie samen met zijn vrouw overigens, Sue Donaldson. En in Zoopolis stellen zij voor, ja, het gebrek aan succes van die dierenrechtenbeweging geeft aan dat we misschien andere wegen moeten bewandelen. Dat we een andere insteek moeten nemen. Misschien de insteek van de politiek. Misschien moeten we het niet hebben over de toch wat zwart-wit discussie over dieren die wel of geen gelijke rechten krijgen. Maar moeten we de insteek van de politiek nemen? Moeten we dieren zien als medeburgers? En als je zo doordenkt, en hij heeft daar een eerste aanzet toe gegeven, zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken dat je 3 categorieën dieren maakt. Dat je aan de ene kant onze huisdieren hebt. Onze huisdieren, daar hebben we een soort van vader-kindrelatie mee. Wij zijn degene die voor het dier zorgt. Dat betekent dat wij een beperking op kunnen leggen. Wij kunnen zorgen dat hij niet op elk moment naar huis, het huis kan verlaten. Of dat hij op bepaalde plaatsen zijn behoefte mag doen. Daar staat tegenover dat wij ook plichten hebben. We moeten aan onze huisdieren, wij hebben ze in huis gehaald, moeten we ook een zekere minimale medische zorg toekennen. Je mag je dier niet zomaar laten verrekken. Een hele andere categorie is, eigenlijk daar tegenovergesteld aan, zou je kunnen zeggen, zijn de wilde dieren. Die leven ver van ons vandaan. We hebben geen enkele recht en plicht. We zien ze niet eens. Ze hebben niks met ons te maken. Willen dat misschien ook helemaal niet. In elk geval, ver van ons vandaan. Die wereld, dat zijn gescheiden werelden, in de meest letterlijke zin van het woord. En dat moet ook zo blijven, zegt Kimlicka. In die zin, en in die zin hebben we wel een relatie met ze, in die zin dat zij hun eigen wereld hebben. Vergelijk het, als we het dan toch naar de politiek trekken, vergelijk het met landen. Dieren hebben hun eigen wereld, hebben hun eigen land. Je zou kunnen zeggen, het koninkrijk der dieren.
En de plicht die we ten opzichte van dat koninkrijk hebben, is precies hetzelfde zoals we dat bij mensen hebben, dat je niet zomaar hun land kan binnenvallen. Dat hebben we eigenlijk al genoeg gedaan in de afgelopen eeuwen. We zouden moeten besluiten, in elk geval vanaf nu, dat we niet verder dat koninkrijk van de dieren verder zomaar mogen binnendringen. Als wij als menselijke soort nog verder willen groeien, dan moeten we dat doen binnen de ruimte die we nu hebben. En de ruimte, de wildernis die er nu nog voor de dieren over is, die moeten we aan de dieren laten. En dan hebben we nog de tussencategorie van de dieren die niet bij ons in huis zitten, die daar niet voor gekozen hebben, maar die er wel meer of minder vrijwillig voor gekozen hebben om in onze omgeving te verblijven. De zogenaamde grensgevallen, de liminal animals, grensdieren zou je kunnen zeggen, zoals Kim Lika ze noemt. De derde categorie, dieren zoals de meeuwen boven ons in de stad en de ratten en de muizen ergens daar ver beneden. Die er tot op zekere hoogte voor kiezen om bij ons te leven, waar we bij verschillende groepen dieren een ander soort van relatie mee hebben. En waar we dan misschien ook oplossingen op maat voor moeten bedenken. Het ene dier is het andere niet. Het ene dier is ons minder tot last of op een andere manier dan anderen. En we kunnen daar dingen op bedenken. We kunnen voor sommige van die dieren, als we ze vinden, een dierenambulance organiseren. En voor andere dieren, die mogen we uit ons leven proberen te houden. Misschien zelfs wel tot aan de dood toe, als ze ons te ver in het nauw zitten en we niks anders kunnen verzinnen. Nou ja, daar zou je over kunnen nadenken. En Kim Lika, door het op die manier te stellen, door te zeggen van we moeten het zien als burgers. En we moeten nadenken over burgerrechten, die de ene groep dieren wel zou kunnen krijgen en de andere dierengroep niet. Heb je een nieuwe insteek? Ik zei al, het is een interessante nieuwe insteek waar de afgelopen jaren, het boek is gepubliceerd in 2011, waar de afgelopen jaren heel veel over gediscussieerd is. Of dit een manier is om een indeling te maken om ons tot verschillende dieren op een andere manier te verhouden. Het probleem daarvan, het probleem blijft uiteindelijk natuurlijk toch de labeling, de indeling in categorieën. En dat probleem gaat eigenlijk veel dieper dan zelfs Kim Lika ons wil doen geloven. Want ook die indeling van Kim Lika die gaat niet in op de nog fundamentelere indeling die we maken. En die misschien ook wel ten grondslag ligt aan veel van wat er tegen een partij als de Partij voor de Dieren wordt ingebracht. Veel mensen zeggen van ja, het is een leuke partij, sympathiek, hun ideeën staan me aan. Maar ja, die naam, de Partij voor de Dieren. Misschien is die naam nog niet eens zo heel slecht, maar misschien is een van die elementen van de naam, misschien is daar iets fundamenteels mee aan de hand. Namelijk, natuurlijk, het begrip dier. Het begrip dier, dat is bij ons gaan betekenen, niet mens. En daarom denk ik dat we misschien naar andere woorden moeten zoeken. Nou ja, we zijn daarmee bezig. Dat wil zeggen, mensen die binnen Animal Studies werken, proberen al consequent, de een wat meer dan de ander, consequent termen als non-human animal en human animal te gebruiken in hun artikelen. Om aan te geven dat wij ook dieren zijn. Ja, het blijft een niet erg lekker bekkende term, zeker ook niet in het Nederlands. Andere dieren is misschien al een optie, maar woorden doen er natuurlijk toe. Dat is waar het om gaat. En zeker met betrekking tot dieren, namen doen er ook toe. Dieren moeten een naam krijgen. Dieren moeten als een individu gezien worden. Dieren moeten een verhaal krijgen. En dat is wat we dus misschien wel iets meer zouden moeten gaan doen. Dus ja, ik denk als antwoord op de vraag aan het begin van dit college, dat daar de Partij voor de Dieren is om ons daar bewust van te zijn, dat we op een andere manier met dieren om moeten gaan en dat we dit soort discussies over categorisering moeten gaan voeren. En over wat die categorieën en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden, wat dat zou moeten betekenen van hoe ze met elkaar om moeten gaan. En dat betekent dat niet alleen mensen binnen het rechtssysteem of mensen binnen de politiek zich daarmee bezig moeten houden, maar ook mensen op allerlei andere terreinen. En dat gebeurt dus ook. Animal Studies, de wetenschap, en ik zei al, een heleboel verschillende wetenschapgebieden, die zich langzaam maar zeker toch druk gaan maken over hoe wij ons ten opzichte van dieren verhouden. Veel meer mensen willen hierover nadenken. Denken dat we hier iets mee moeten. En tegelijkertijd denken ze dat we hier iets mee moeten, omdat het een geëngageerde wetenschap is. Het is niet alleen dat we binnen Animal Studies de relatie tussen mens en dier beter willen begrijpen. We willen die ook wat verbeteren. Althans, voor veel mensen binnen Animal Studies is dat de reden om met dit soort dingen bezig te zijn. Het gaat dus niet alleen over dieren.
het gaat ook over ons. Het gaat niet alleen dieren aan, het gaat ook ons aan, want het gaat over ons. Wij zijn dieren. Wij zijn ook dieren. Dank u wel.